Goedemorgen, Gregor hangt aan de lijn met de dokter, want het is een beetje hetzelfde. Ja, ik kom ze brengen. Ik weet gewoon niet eens wat ik moet zeggen. Kijk hoe grappig, ik heb dus ijs hier gedaan, want ik wil ijs lattes maken. En ik denk, hé, wat is die blauwe verf, komt ernaar? Maar dat is natuurlijk van die stukjes ijs die er tegenaan komen. Ik heb net trouwens een ijsmachine besteld. Come on, summer. Ijs. Voor ijskoffies. Zo. Ik doe het na van die vrouw die zo deed. Kijk. Het is toch niet zo groot. De slang? Ja, het is heel klein. Ik vind het wel een behoorlijk lange slang anders. Nee, hij is een beetje nog niet dicht. Hij is een beetje... Zo in die mini, zo kleinachtig. Hallo slang. Denk. Ja? Hij, check dit ook. Hij een mama zo. Oh ja joh. Ja. Voetballen. Wie is dat? Die kon de strijd. Ja, doe maar. Oh. Wie is dat? Kon... Hey, sorry. Ik heb echt niet gevlogd vandaag. Ik voelde net dat pillendoosje voor aanvullen, maar dan met medicatie voor Gregor. Het is echt serieus best een handig ding. Ik had hem toen gevlogd en toen zeiden of mensen van ja, dan mag je mee vliegen en zo. Maar ik heb er nu geen... Ja, ik snap wel wat jullie bedoelen, want ze weten natuurlijk niet wat er precies in zit. Maar de dingen die ik er tot nu toe in had gedaan, waren allemaal bijvoorbeeld van die ja, paracetamolachtige dingen, weet je wel. Maar ik ga er nu wel andere medicatie in doen op recept. En dan zou ik hem inderdaad niet meer zo meenemen. Dat, ook we hebben met die medicatie gevlogen uit Amerika, allemaal met... Dikke pakken papier erbij, wat het allemaal is en zo. En verklaringen, weet ik wat allemaal. Maar dat ga ik nu, er zijn 3 lege vakjes, die ga ik nu hierin doen. Dan wordt dit maar zo'n medicatiebakje. Wat is nou precies gebeurd? Het is zeg maar, het is zelf, nou ja, weer eigenlijk hetzelfde. We waren, hij ging douchen en ineens ging het niet meer goed. En hij kon letterlijk, hij kan niet meer zijn bed uit. Dus... ja, ligt gewoon letterlijk plat van de pijn. Hij ligt alleen maar te... Het is echt vreselijk om te zien. We hebben gebeld naar de huis. Het is natuurlijk weekend. Wij hebben echt altijd dat dit soort dingen in het weekend gebeuren. Om de een of andere reden, met spoedding is altijd weekend. En nou, dan kom je dus bij zo'n telefoonding aan de lijn met 25 wachtenden voor je en zo. En hij heeft het uitgelegd welke medicatie hij allemaal heeft. En hoe het waar. En dat het nu weer echt totaal niet goed gaat alles. En gewoon, hij zegt, het voelt bijna alsof er een soort van iets extra gescheurd is of zo. Waardoor ik van nog heftiger is. En die zeiden gewoon, the usual. Zoals in Nederland het gaat. Oh, neem gewoon lekker je papje pil. Zoals dat ik het doe als ik hoofdpijn heb. Dan moet je gewoon een paar keer per dag doen. Het is zo gek, want zeg maar... Wat is nou beter, dat of zoals Amerika waarbij je freaking bijna heroïne krijgt, zeg maar gelijk. Dus ik weet eigenlijk niet wat beter is. Verder moet hij sowieso naar pijnpoli. Maar dat als het goed is wordt er gebeld op maandag. Maar ja, maar hij heeft dus heel veel pijn. En ik loop letterlijk met een emmer waar hij dan in plast, loop ik zeg maar...
mag niet delen dit. Naar de wc en weer terug en alles en schoonmaken. En ja, dus het is echt... De situatie is... Ja, bizar. Gewoon. Mila vindt het ook erg moeilijk. En dat vindt Gregor ook weer erg moeilijk. Omdat zij dat ook echt wel uitspreekt. En verder... We hebben samen pizza gegeten op bed met strietjes. Dat was wel leuk. Iemand is vandaag geweest voor het eerst om te helpen in het huishouden. En zij was echt super lief en leuk. Het was na een oproepje in mijn stories dat ik had gedaan. Omdat onze schoonmaakster verhuisd is naar buitenland. En nu is er dus iemand gekomen. Zij is echt heel leuk. Ik vond het echt heel gezellig. En het is zo bizar, want die dropt hier binnen in een situatie dat je denkt... Echt een soort van crisis, emotionele rollercoaster. Maar ja, dat is echt wel... Fijn en schoon en oh, genieten. Want ik zei ook het laatste waar ik aan kan denken op dit moment is mijn kleding boven. Of weet je wel, de badkamer die schoongemaakt moet worden. Dus dat is super fijn dat nu gedaan is. En zij komt maandag weer, dus dat is nice. En morgen gaan we Mila haar verjaardag vieren. En nou ja, vieren. Normaal deden we altijd bij Havenleek. In maart had ik geloof ik, wilde ik het al boeken, maar toen zat het al helemaal vol. Nu ja, het is super populair, dus volgens mij moeten we het nu een jaar van tevoren boeken voor volgend jaar. Dus we wisten al dat we het sowieso niet in Havenleek gingen doen dit jaar. En dus toen hadden we al zoiets van, moeten we het toch maar misschien thuis doen of zo. Nou, gelukkig dat we dat zo doen. Dus dat hadden we al vooraf helemaal bedacht, dat we dat dit weekend zouden doen. Dus komende week jarig. Dat weekend daarna hebben we een trouwfeest van vrienden met hotel en al. En dan, ze zijn dan 10 jaar getrouwd en hebben een groot feest. Super veel zin in. Dus daarom hadden we het niet dat weekend gedaan, maar hebben we dit weekend gedaan. Ik weet niet of we naar het trouwfeest of we daarheen gaan. Ik heb sowieso allemaal dingen afgezegd. We zouden komende week een shoot hebben in ons huis. Er zou styling zijn in ons huis. Een hele dag fotoshooten voor ook in een blad en zo. Wat echt super vet is. Alleen het gaat echt, hij kan niet van 12 tot 5. Ik denk dat hij niet eens 1 minuut kan shooten. Hij kan niet eens stilzitten om... Nee, het gaat gewoon niet. Het gaat gewoon echt niet. We hebben zeg maar het punt van een beetje... Bijvoorbeeld die dagen in New York. Ik moet wel even een stukje naar Pride lopen en een stukje teruglopen en zo. Hij kan niet eens naar de wc lopen, zeg maar. Dus dat. Dus ik weet niet of hij volgende week... Nou ja, ik weet het niet, hè. Misschien krijgt hij volgende week een of andere miraculous treatment waardoor het weggaat, maar... Dat niet zo gebeuren eigenlijk. Maar morgen Mila een verjaardagsfeestje. Het is eigenlijk ook een beetje omdat we familie 2 maanden niet hebben gezien. Dus we hadden ook zoiets van, nou, doen we gewoon die dag. Door haar verjaardag zien we iedereen ook gelijk na 2 maanden weer. Want iedereen heeft onwijs Mila vooral gemist natuurlijk. Zo gaat dat met een klein kind en een nichtje. Ja, dus wij dachten ook van, hoe gaan we dat aanpakken? Maar ik heb gewoon tegen iedereen gezegd van, jongens, kom. Ik heb taart. Er komt taart. Ik heb een mooie taart laten maken. Die komt al. Dat was al geregeld voordat het vandaag dus weer allemaal slechter ging. En kom gewoon. Ik denk dat ik alleen maar zijn bed ligt. Kom gewoon. Kopje koffie, taart. Als iemand wil blijven eten, bestel ik wel wat. Ik kan niet koken. Ik kan niet mentaal koken. Ik heb letterlijk vandaag een eitje gebakken, passen. Sorry, ik kan niet alles perfect helemaal hosten of zo. Dus, maar gelukkig reageerde iedereen al helemaal. Gewoon van, duh, of course, tuurlijk, weet je wel. Dus ja, dus dat is het een beetje. Want ik wil niet dat zij haar verjaardag haar hier nu onder gaat lijden, weet je wel. Ik vind het voor haar ook. Och, ik vind het voor hem en haar ook heel zielig. Ik wil niet dat zij straks zoiets heeft van... Ik heb mijn hele jeugd mijn vader moeten verzorgen of zo, weet je wel. Of ik kon geen verjaardagsfeestje vieren, mijn vader dit had. Dus dat is, wij merken dat nu al, maar goed, dat het heel erg speelt. Ja, dat mag er niet onder lijden. En daarnaast willen we ook heel graag familie zien. Dat zouden we heel fijn vinden. Dus ja, dat is de planning voor morgen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. En verder, ja. Ze donderdag jarig. We vroegen nog, hoe doen anderen dit? Even een praktisch dingetje. Hoe doen jullie dit als je verjaardag van je kind viert met cadeautjes? Doe je dan, stel, oké, wat wij nu hebben. Wij vieren voor haar verjaardag. Haar verjaardag is donderdag. Weekend haar verjaardag met familie.
cadeautjes. Je eigen cadeautjes voor je kind. Geef je die nou op het verjaardagsfeestje of geef je die op de dag dat het kind jarig is? Ik weet dus niet. Wij dachten eerst nog, laten we anders gewoon één cadeautje alvast geven. En dan die andere op de verjaardag, want we hebben drie dingen. En toen las ik online dat het verschilt en het ene kind wil dat. Toen heb ik maar gewoon aan haar gevraagd. Van wat wil jij? Wil jij cadeautjes van papa en mama ook al morgen? Of wil je er eentje? Of wil je wachten tot je echte verjaardag? En dan morgen alleen familie cadeautjes. En toen zei ze, wacht op mijn echte verjaardag, morgen alleen familie cadeautjes. Oké, girl. Als jij dat zo wil, helemaal goed. Zij wordt natuurlijk helemaal bedolven met cadeautjes morgen. Dus ja, dan blijven we die van ons bewaren we lekker tot donderdag. Die dingen woensdag gaan tracteren. Thank God had ik al die dingen besteld. Die speelgoed, tractatiedingen. Dus dat is eigenlijk ook al een soort van rond. Moet ik alleen nog even een labeltje voor maken. Maar goed, dat komt allemaal wel. What else? Dat was het. Ik wilde iets met medicatie gaan doen, met doos vullen. Maar ik kan dat niet te veel in beeld brengen, want dan... medicatie en zo. Maar goed. Ik denk dat ik ook gelijk de vlog afsluit. Sorry, het is een lang verhaal. Maar wel tussen bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye.